Hebben jullie wel eens, 's nachts als het donker is, wel eens naar buiten gekeken? En wat zie je dan allemaal? Een hele grote zwarte hemel. De maan natuurlijk. Maar heb je ook al die kleine fonkelende lichtjes gezien? Dat zijn de sterren. En soms heb je ook vallende sterren. Dan zie je een klein lichtje supersnel door de hemel gaan. En dan mag je een wens doen. Als je op vakantie bent, bijvoorbeeld in Frankrijk, en je kijkt heel goed omhoog, dan kan je de Melkweg zien. Dat is eigenlijk een soort van grote baan met allemaal kleine sterren bij elkaar. Ons zonnestelsel kent 8 planeten en die draaien dus allemaal rondom de zon. De namen van deze planeten heb je misschien wel eens gehoord. Mercurius, Venus, Aarde, daar wonen wij op, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. En iedere planeet ziet er anders uit. De ene heeft een ring, de andere is blauw, weer een andere is rood. En onze aarde is mooi met blauw en groen en bruin. Maar ja, dat heb je natuurlijk alvast wel eens gezien. Ja, maar waarom vertel ik dit? Dit heeft alles te maken met het volgende speelgoed wat ik voor jullie heb. En ik vind het waanzinnig leuk, want ik ben echt gek op alles wat met Galaxy en alles wat met het heelal te maken heeft. Ja, vandaag heb ik voor jullie deze Spaceship Play-Doh set. Dit is een hele gave Galaxy set met, nou ja, ik zie een hele gave raket. Ik zie hier buitenaardse wezens. Ik zie hier dan allerlei maandingen. Kortom, ik ga het gewoon even uitpakken. En het allerleukste van Galaxy en alles wat met ruimte te maken heeft, is dat je heel vaak glitters ziet. En ik ben gek op glitters. Love it! Even kijken wat erbij zit. Een soort van ruimtestation. Oké, gaaf, gaaf. Dit is toch echt wel heel erg mega vet. Oh, wacht even. Oh, het valt er allemaal uit. Een soort van space shuttle. Nou ja, waar die voor nodig is, ik heb nog geen idee. Daar komen we zo wel achter, maar ik zet hem eventjes hier neer. Waanzinnig vet. Eens even kijken. Een of andere heel gek autootje. Oké, ik denk dat we daar de Play-Doh heel goed mee kunnen plattenwalsen. Oh, kijk nou, deze is wel heel leuk. Ja, een marsmannetje, buitenaards wezen beest. Oh, een vlag. Ja, want als je een planeet veroverd hebt, dan moet je natuurlijk wel een vlag hebben. Want dan weet iedereen dat jij de allereerste was. Ruimtesteen. En trouwens, die vormpjes kan je dus open doen en daar kan je dus klei in doen. En als je hem dan dicht doet, dan maakt hij eigenlijk het vormpje in de klei. Een mes, een of ander satellietding. Zo kan je dus te weten komen of er ergens anders nog buitenaards leven is. Een schep. Oh my god, het is zoveel! Ik wil het jullie laten zien, maar ik kan het bijna niet vasthouden. Oké, kijk nou, waanzinnig veel kleuren. Ik zie rood, ik zie roze. Ik heb blauw, groen, paars, geel, oranje. Maar er zit hier ook een soort van Galaxy zwart in. Nou, die ga ik zeker gebruiken voor deze steen. En ik heb hier een zilveren klei. Deze klei is super lekker zacht. Kijk, je kan zo helemaal zo je vinger erin stoppen. En het is wel fijn dat klei heel erg zacht is. Want als je eerst een uur moet lopen kneden, dan heb je pijn aan je handen voordat je echt kan spelen. Dat is natuurlijk niet handig. En ja, hij ruikt toch nog steeds net als vroeger. Ja, want ik heb vroeger dus ook al met Play-Doh gespeeld. Zo lang staat het dus al. Als je nou vuur wil maken wat hier uit deze space shuttle komt, dan gebruik je bijvoorbeeld rood, oranje of misschien een beetje geel erbij. En die kan je dan heel mooi mengen. Oké, dan nemen we een brok klei geel. Dus zorg ervoor dat je altijd, als je de kleur niet meer nodig hebt, gewoon de deksel er weer op doet. Dan kan je er langer mee spelen. Nou, dan doen we die ook een beetje zo erbij. Rood en een beetje oranje voor het vuur. Dan mengen we dit een beetje zo door elkaar. Oh, dat voelt heerlijk dit. En niet te veel, want je wil nog wel dat je een beetje zo de verschillende kleuren ziet.
Ik haal de Space Shuttle uit elkaar. Doe mijn brok met vuur. Doe ik hierin. Druk het een beetje naar beneden. En eens even kijken wat er nu gaat gebeuren. Ja! Ja, 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 ja! Oh, dit lukt! Oh, te gek! Oh, vuur! Oké, de Space Shuttle brandt. 5, 4, 3, 2, 1, en launch. Op weg naar een nieuwe planeet. We hebben nog iets leuks wat ik wil uitproberen. Namelijk dit hele schattige monstertje. Die we misschien wel tegenkomen op een van onze ruimtereizen. Monstertjes zijn wat mij betreft gewoon groen. Zorg dat alles goed verdeeld is. Even een beetje aandrukken. Nou hoop ik dat hij eruit komt. Heel. Oeh. Oh. Oh, nou wacht even. Misschien had ik iets meer moeten gebruiken. Nou, hij is een beetje gelukt. Oh, daar valt hij. Nou goed, kortom. Daar ga ik straks nog zeker even een beetje mee klooien. Ben jij nou ook zo'n fan van alles wat met Galaxy en met raketten te maken heeft? Dan is dit zeker wat voor jou. Dankjewel voor het kijken en vergeet niet een duimpje omhoog te geven.